Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Jams, de king of kickboxing. Hij zit hier naast me. Hoe is het met je, Rico? Na omstandigheden gaat het goed, denk ik. Maar ja, ik heb wel eens betere dagen gehad. Want leg eens uit, je zei net al tijdens de persconferentie, maar er is iets misgegaan, hè? Ja, we zijn gisteren tijdens de training geblesseerd geraakt. En dusdanig geblesseerd dat ik volgende week geopereerd moet worden. En ja, dat ik er wel een degelijke tijd uit lig. Ik zie het ook een beetje aan je. Je bent toch wel een beetje down. Ja, weet je, het voelt niet fijn. Het is frustrerend. Ik doe dit met zoveel passie en plezier nog steeds. En dan wil je er gewoon elke keer weer staan, 100%. En ja, dan ben ik hier wel, maar niet 100%. En dan heb ik het gevoel dat ik mezelf teleurstel, dat ik de organisatie teleurstel, dat ik mijn tegenstander teleurstel. En ja, dat is iets gewoon wat, ja, ik krijg gewoon kippenvel als ik erover praat. Het is gewoon, ja, is gewoon niet iets wat ik wil doen, weet je wel. Het is, ik probeer altijd graag de mensen te entertainen. Ja, mezelf blij te maken met wat ik doe in het leven en wat ik presteer. En dat, ja, in dit geval doe ik dat dus niet. Dus dan, dat voelt dan wel als een stukje falen, zeg maar. Dat is het niet. Ik ga het je gelijk zeggen. Ik vind het op en top prof dat je er bent. Dat je de hele organisatie op je schouder neemt en het ook echt zo voelt. Zelfs Antonio Plazibat die zegt van, ik heb het nu gezien. Hij hoorde het nieuws gisteravond. Hij zegt maar, ik geloof Rico Verhoeven 100% en balen ook voor hem. Ja, ja, nee, dat waardeer ik. Nee, maar weet je, ik vond het ook heel belangrijk. Ik zei tegen Glory van, ja, weet je, ik zou graag willen dat de persconferentie doorgaat. Want ik wil graag iedereen te woord staan. En ik wil Plazibat in de ogen aankijken en zeggen van, fuck, weet je, ik baal hier ook van. Dus ja, Glory was het daar ook mee eens. Uiteindelijk zijn hun altijd degene die de eindstempel en de eindstem hebben daarop. Alleen, ik kan natuurlijk wel zeggen van, hey, ik zou dit graag willen. Ik weet niet hoe jullie tegenover staan. Dus, maar hun waren het er gelukkig mee eens. Dus ja, vooral heel dankbaar. Dankbaar naar de organisatie dat ze me de waardering geven en de ruimte geven om te herstellen. Bedankt aan Antonio voor de waardering en de support. En we gaan er gewoon een hele mooie wedstrijd van maken op het moment dat hij daar is. Mooi gezegd. Hij is een grote fan van jou. Geldt dat andersom ook? Ben jij ook een beetje fan van Plazibat? Nu. Wat? Op wat wacht je nog? Nog niet geabonneerd op Jamstalk? Wat? Als je vechten niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk, begin te abonneren. Duimpjes omhoog. Reactie achterlaten. Nog een keer die duimpje omhoog. Daarna delen met je vader, je moeder, je zus, je tante, je nichtje, je neefje. En join de Jamstalk family. Nou, ik ben niet echt fan of zo, maar ik vind, wat ik vooral leuk vind, is dat hij echt gedreven is. Dat vind ik mooi om te zien. Hij is gedreven in wat hij doet. En ja, daardoor ben je goed in wat je doet. Dus ik denk dat heel mooi is. En uiteindelijk heb je iemand nodig die je wil, hoe ik dat, you need somebody to chase. Weet je wel? Dus je moet iemand hebben die je, oh, daar wil ik naartoe. Nou, ik ben dat, blijkbaar ben ik dat voor hem. Ja. Nou, dat is ik denk dat dat een heel groot compliment is. Dus dat waardeer ik enorm. En ik ben blij dat ik hem heb kunnen en misschien nog steeds een beetje motiveer om, om elke dag hard te gaan. Dus ja, dat is alleen maar iets om trots op te zijn. Nee, dat zei hij net ook. Met zijn eigen woorden zei hij dat jij een inspiratiebron bent voor hem. En dat hij heel veel van jou heeft afgekeken, geleerd. Je zei het net ook al, is dit het gevecht wat we nu moeten maken? 100%. 100%. Dit is de wedstrijd die gemaakt moet worden. Het is een wedstrijd die mensen willen zien. Dus ja, het is alleen, we moeten heel even op pauze drukken. Maar het is ook de wedstrijd die er gaat komen. Ja, het is ook het gevecht wat mensen willen zien. En zeker, ik zie je al wegtrekken. Nu zit ik alweer eventjes en dan heb ik ineens gaat hij steken. Weet je, ik heb weer te lang in dezelfde positie gezeten. Dan gaat hij weer irriteren. Dus dat is vervelend. Dus ik hoop dat ik daar volgende week in ieder geval vanaf ben. Mensen vergeten dat misschien. Maar dit is voor jou natuurlijk ook de eerste keer te kampen hebben met zo'n blessure. Ja, zeker. Zeker met een blessure waar ik dermate erg dat ik ook geopereerd moet worden. Dus ja, dat is wel. Dus dan denk ik, hoe dan?
Snap je? Ik ben zo zuinig op alles wat ik doe. En dan heb je ineens dit aan je kar hangen. Ongelukje zit in een klein hoekje. Maar tussen je oren ben jij natuurlijk een kampioen. Hier ga je ook mee dealen natuurlijk. 100%. En daarom vond ik het belangrijk om wat informatie in te winnen van ja, mede knieblessure ja, genoten, zeg maar. En dat heeft me wel gerustgesteld. Tot slot, als we in die camera kijken, wat gaan we de mensen vertellen? Wat kunnen ze verwachten? Nou, dames en heren, deze wedstrijd moet 100% gebeuren. En ja, die moet je natuurlijk ook niet missen. Dus zorg dat je kijkt. Ik kan nog niet precies zeggen wanneer die gaat plaatsvinden, maar hij gaat zeker gebeuren. Ik ga even herstellen, maar ik kom veel sterker terug. Let's go. Oes. Oes. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas in. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.